Wij zijn niet zulke praters. We doen wel anderhalf uur staan werken dat het dat gewoon stil is. Dat is niet bijzonder hoor. We zijn niet zulke uitbundige mensen. Het is allemaal vrij normaal voor ons. De laatste gegevens die zijn gevonden was 1906, toen de slagerij begon. Ik ben de vierde generatie. En naast is het de derde generatie? Ja. Ja, dat klopt. Dat is mijn vader. Ja. Maandag met slag ben ik vroeg en gewoonlijk, ik durf, nee, ja, wat doe ik niet, weet niet, alles. Ja, ik help met slachten en ik help met uitbinden en ik help met worst maken en ja, en gehakt draaien. Doe maar. Als er wat te doen is, ben ik er en als er niks te doen is, ga ik weg. Dat. Nou nee, maar er zijn wel werkzaamheden waar je niet mee kan doen. En hij zei dan denk ik van, er zijn genoeg en mijn klusje is geklaard. Dan ga je weer naar huis. Ik wil ze niet in de weg doen. Samen zo, ja, je doet hetzelfde vak, het is eigenlijk, ja, waarom ik dat mooi vind, dat weet ik niet, maar ja, het is wel mooi. Ja, je hebt ook wel een beetje een bijzondere band zo. Ja, je ziet elkaar elke dag, je treft elkaar elke dag en normaal gesproken, dan was hij dit niet, ja, dan zat hij misschien in het bejaardenhuis en dan kwam je één keer in de week op visite. Dus dat is, ja, dat is nou toch helemaal anders. Best wel heel veel klanten, die slagen één keer per jaar slagen we daar een koe voor. En als ze dan toevallig, als die er dan komen en opa is er niet, hé, is die paard er niet? Hé, kom zo. Nou, dat zijn de dingetjes, mensen die vinden dat wel leuk. Dat is ook wel leuk voor u toch? Ja, zeker. Anders kan ik ook niet. Nee. Als ze zeggen, dan komt u al kerel binnen aan, wegwinnen. En u dacht niet, ik ga met pensioen? Nee. Oh ja, de hele dag in thuis zitten valt ook niet mee. Ja, en dat zou ik niet weten. Dat moet je weer wat anders doen. Hoe lang blijft je dit doen? Dat ik doorga. Hoe lang als ik doen kan. Ja. Als je het niet meer wil, nou, dan wil je niet meer.